Watergate, lang geleden, maar niet vergeten. En wat ook niet vergeten gaat worden, is het de Utrechtse varianten van Pijpersgate. Al is het maar vanwege de koddige naam. De voorzitter van de Universiteit van Utrecht, de heer Pijpers, die bleek, dat openbaarde een student, de heer Boudens, voor €124.000 per jaar in zijn auto met chauffeur te verrijden, plus nog wat extra kosten maakte hij in het buitenland. En dat vond die student en ik ook wel een beetje veel. Nou bleek ook nog dat de bestemmingen waar de heer Pijpers heen ging weggelakt waren. Dus niemand wist dat. Ik zelf dacht, ik denk nou, het is gewoon een SM-club of trouwens, dat vind ik best hoor. Of ja, een plek waar echt het milieubewustzijn met voeten getreden wordt, nou ja, zoiets, iets engs. Vervolgens besloot het Pijpersgenootschap, de vrienden van de heer Pijpers, het bestuur van de Universiteit van Utrecht, die student tot de orde te roepen. Hij moet zijn excuses aanbieden, hij mag nog net blijven studeren en hij mocht, en dat was een groots gebaar, inzien waar de heer Pijpers heen ging. In vertrouwen, dus hij mocht het niet doorvertellen. Nou, hij is wezen kijken en hij houdt natuurlijk zijn mond, want de jongen moet nog afstuderen. En het leuke is dat hij het toch durfde te doen. Want de gegevens waren opgeslagen in de kelders van de Universiteit van Utrecht. En het Pijpersgenootschap had ervoor zorg gedragen dat toen hij vrijdag ging kijken, de afdalende trap verwijderd was. Alle piertjes uit de lichtarmaturen verwijderd waren en natuurlijk dat het bord was aangebracht waarop stond: kijk uit, hongerige krokodillen.